Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 47 hier in Brazilië. Heb je die vorige video in Mexico gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, kan direct moet het i'tje, klik erop en zie die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke woensdag in december, zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race van mij mist. De vorige wedstrijd in Mexico verliep heel erg goed, wonnen daar weer eens een grote prijs. Dat was goed om te zien. Dat betekent dat wij een voorsprong van 195 punten hebben op Verstappen. Kampioenschappen zijn eigenlijk al beslist. Wij zijn coureurs en constructeurskampioen. Goed om te zien, nu moeten wij gewoon het contract met Max aan het einde van het seizoen gaan openbreken. Dus ik wacht nog even met misschien wat dingen te kopen van de faciliteiten. Mochten we daar nog geld over hebben, dan kunnen we dat uiteraard gaan doen. En dan staan we dan bij het hoofdkwartier. En ja, dan gaan we gewoon even kijken wat we nog kunnen gaan doen. We hebben ongeveer, 18 miljoen over. Dus we zouden nog wat dingen kunnen kopen van de faciliteiten. We staan op dit moment vierde bij de Research and Development programma. Oftewel, ja, we zijn niet het snelste team. Maar klimmen wel richting de top toe. Beide kampioenschappen dus beslist. Mexico dus gewonnen. Max werd helaas vierde. Moet revanche nemen in deze race, hoop ik. Podium zou eventueel wel kunnen. We kunnen helaas niks meer updaten, want ja, daarvoor moeten wij bij de faciliteiten dingen gaan kopen. Behalve dan een turbo. Hebben we tenminste wel mooi geslaagd. Die kunnen we alvast meenemen voor volgend seizoen. Voor de rest was het dat volgens mij. Ja, dat was het helaas. Goed, komen heel veel flinke updates binnen. Ja, die gaan op de auto worden gezet. Benieuwd of die ook slagen in de volgende race. Want deze race gaat denk ik niet meer lukken. We kunnen nog even kijken wat we kunnen doen aan de faciliteiten. Of we toch misschien iets kunnen kopen. Jazeker, van het chassis hebben we er eentje gekocht. Van de powertrain missen we helaas het geld daarvoor. Dat betekent dat we nu even de tijd gaan doorspoelen. En daar zie je het al, weinig geld voor je teammaat om die te contracteren. Nou zijn er gelukkig nog 3 races te gaan. Freddy Hotlap slaan wij gewoon over, doen we niet. En dus op naar de kwalificatie en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Helaas verloopt dat niet zo goed, want ze hebben een elektronisch probleem. Of een koelsysteemprobleem. Ja, een koelprobleem. Dus dat dus ongeveer 1,5 minuut even helemaal niks doen. Nou is dat eigenlijk geen probleem, want ja, ik verwacht hier gewoon naar de snelste tijd te gaan. Ik ben ook benieuwd wat Verstappen kan gaan doen in deze kwalificatie. Een snel circuit. Tijden gaan hier denk ik rond de 1 minuut 8. En mocht de auto helemaal gemakt zijn, dan verwacht ik hier wel een tijde van 1 minuut 6. Maar zover zijn we nog lang niet. Ongeveer een minuutje wachten, maar met editwerk is dat zo geregeld. Kijk maar. We rijden dus. Met nog ongeveer 13 minuten op de klok gaan wij onze eerste ronde beginnen in Q1. Kijken wat we kunnen doen daar. Wat te wijd bij de eerste en de tweede bocht. Heeft ons wat tijd gekost. Maar dat kunnen we allemaal goed maken. Ik zie wel rechts onderin iets oranje. Component van de motor heeft het zwaar. Daar gaan we helaas te wijd. Dus ik zit te twijfelen om misschien een gridstraf te nemen. Dat zou wel betekenen dat we de hoofdrace helemaal van achteraan beginnen. Nou is de auto snel. Dus dat risico kunnen we denk ik gewoon gaan nemen. Terwijl wij hier even ook de snelste tijd noteren voor Max Verstappen. Wat doet Nyck de Vries daar in één keer? Geen idee.
Goed, die zijn we inmiddels gepasseerd. Einde van Q1 en ik ga er toch nog naar buiten om er zeker van te zijn. Want die beide Mercedesen, Russell en Ocon, zijn sneller dan Verstappen. En ik weet ook niet of het component het vol gaat houden tijdens de hoofdrace. De sprint vast wel, dat zijn maar 8 rondes. De hoofdrace is volgens mij 25 rondes. Daar gaan we weer te wijd. En betekent dat we die tweede bocht wat af hebben gesneden. Rood in sector 1 daardoor, maar wel paars in sector 2. Jazeker, zijn inmiddels 17e sneller gegaan dan onze eigen tijd. Bij de Delta, rechtsbovenin. Nog ongeveer 20 seconden op de klok. En nemen hier de binnenste lijn van de laatste bocht. Dat betekent weer een tijdsverbetering, jazeker. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. We gaan gewoon op de zachte band deze tijd neerzetten. En kijken wat ik kan gaan doen in het kwalificatiedeel. De bewolking is in één keer op de baan verschenen. De zon is bijna weg. Wij dus op de laatste positie met nog ongeveer 40 seconden op de klok. Met paars in sector 2. Dat is goed om te zien. Dat betekent dat we aan een snelle ronde bezig zijn. Wat ook logisch is. En de DRS is geopend. En dan is daar startfinish. En dan laat ik hier mooi de sneltijd noteren. Goed gedaan. En dat betekent door naar Q3. Ik laat hier iedereen voorbij. Kijken wat we daar nog kunnen gaan doen met... Volgens mij is dat een Red Bull die daar als allerlaatste rijdt. Hebben nog een flink gat. Dus dat betekent dat ik gewoon ga aanzetten voor mijn laatste run in Q3. Eerste en laatste run in Q3. En ik denk dat ik gewoon die straf ga pakken. Want ik weet niet zeker of dat component in de motor het wel gaat volhouden. De sprint en de hoofdrace. Maar goed, eerst de kwalificatie nog zien af te maken. Verwacht hier wel pole position te gaan noteren. En Piastri voorlopig naar pole. Maar wij laten paars in sector 2 noteren. Jazeker. En dat betekent dat ik denk ik gewoon de pole ga afsnoepen van Oscar Piastri. Nee, Russell naar pole position. Met een 1-9-1. De vlag hangt uit in Q3. Nemen de kortste lijn naar startfinish. En dat betekent dat ik de pole position heb afgepakt van Russell. Goed gedaan. Prima tijd. Het betekent dat wij een tiende sneller zijn dan Russell. Piastri volgt op ruim 3/10. Max helaas op P7. En nu is het op naar de sprint. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. As we continue through the rest of the grid today, we have Oscar Piastri, Ocon, Gasly, Tsunoda, Verstappen, Albon, Sainz, Norris, Hauger, Leclerc, Perez, Richard Vershaw, Drugovic, Magnussen, Joe, Hülkenberg, Sargeant, Stroll, De Vries, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de sprintrace. We trekken dus vanaf pole position. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze 8 ronden lange race.
Ik verwacht hier eigenlijk niet zoveel bijzonders. Het is gewoon deze ronden uitrijden op de zachte band. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. Kijken of dat iets opbrengt. Banden zijn nog koud, maar goed, die moeten dus op temperatuur worden gebracht. Wat ook logisch is. Max staat op de 7e positie volgens mij. Wij dus op pole position. Kom aan bij het einde van onze formatieronde. En dan is het gewoon wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze 8 ronde lange sprintrace. Volgens mij ook de laatste van het seizoen. Komen goed in onze positie terecht. Nou, dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in aflevering nummer 47 in Brazilië. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. De lampen gaan aan voor de sprint. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Heel goed weg. Jazeker. En dit is de start die we moeten hebben. Piastri valt al gelijk helemaal terug. Tsunoda naar P2 pakt Esteban Ocon. Piastri knokt zijn eigen weer terug naar P4. ICE heeft een probleem, zegt de ingenieur. Daar ben ik wel bang voor. Want ik heb nog geklikt. Want ja, die wil ik graag wisselen. Ik kreeg nog de melding, er is daar geen penalty voor. Dus ik ben benieuwd wat de game doet. Hopelijk dat wij ook de hoofdrace vanaf pole mogen vertrekken. We zitten einde ronde nummer 2 als ik dat snelste raceronde heb laten noteren met een 1.14.8. En moeten meer overtake gaan gebruiken van Mark Priestley. We komen dus aan bij ronde nummer 3 als DRS is ingeschakeld en een verbetering naar een 1.10.7. Gat na Tsunoda is inmiddels volgens mij 3,7 seconden. Ocon naar 3, Piastri 4, Russell op P5. Tot nu toe een uitstekende race voor ons. En 8 punten weer erbij als het zo zou gaan eindigen. En weer laten wij dat snelste raceronde weer verbeteren met een 1.10.4 dit keer. Daardoor is het gat naar Tsunoda opgelopen tot 4,8 seconden. Na Ocon inmiddels boven de 5 seconden. Nu zitten we alweer in de laatste ronde van de sprint, want ja, er is niet zoveel gebeurd. Dat betekent dat wij 8 punten gaan pakken. Ik ben benieuwd of wij ook van pole position mogen vertrekken. Weet ik zo niet zeker, maar goed, dat zien we zo meteen wel. Goeie sprint. We kwamen eigenlijk helemaal niet in gevaar. Goed om te zien. En Verschoor krijgt Driver of the Day. Uitslag van de sprint. Wij dus op pole position met 8 punten erbij. Max na P7 op, ja, pakt 2 punten erbij. Ik had wat meer verwacht van hem. Maar goed, er is nog een hoofdrace. Kijk of hij het goed kan gaan maken. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 47. En dit keer voor de hoofdrace. Formula One returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil, is a 2.7 mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if of course the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Esteban Ocon lines up on pole position, and Yuki Tsunoda completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Gasly, Verstappen, Richard Verschoor, Albon, Sainz, Leclerc, Norris, Hauger, Perez, Oscar Piastri, Magnussen,
Drugovich, Stroll, Sargeant, Joe, De Vries, Hülkenberg, Bottas, and the Professor. And now it's time to head down to the track. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Joined once again by former Formula One driver Anthony Davidson. And they've had a lot of on-track incidents recently that could leave them low on confidence. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers are able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou moet de engineer dus niet teleurstellen in deze race. Vertrek dus opmerkelijk vanaf de laatste positie. Vreemd, want toen wij die penalty, ja eigenlijk die component wisselden, stond er, ja, je krijgt geen penalty hiervoor, maar blijkbaar dus wel. Ook al was de auto in Park Vermé. Goed, dat betekent dat wij in ieder geval lang doorgaan op de mediumband en eindigen op de zachte band. Kijken wat er dus gaat gebeuren. We hebben dus een 22 plekken straf gekregen vanwege componenten wisselen. En de auto dus op temperatuur brengen, zegt de ingenieur. Maar goed, dat gaat allemaal wel goed komen, denk ik. En wij starten volgens mij als enige op de mediums. Die niet in de top 10 staat. Volgens mij staat Russell op mediums. Piastri op mediums. Weet ik zo niet zeker. Maar goed, dat kunnen we zo meteen allemaal even kijken. Waarom rijdt daar een Williams helemaal... Die moet nog zijn formatieronde beginnen. Daar is iets niet goed gegaan en die Williams, ik denk dat dat Logan Sargeant is. Die moet nog helemaal zijn formatieronde af gaan maken, dus dat duurt een eeuwigheid. Wij komen in ieder geval helemaal goed in onze positie terecht, 0,3 meter ervan af. En ja, nu is het wachten totdat die Williams aankomt bij zijn positie. Dan kunnen we dat gewoon even vooruitspoelen door dat stukje eruit te knippen. Kijk, maar daar komt hij. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 47. Voor de hoofdrace starten op P22 helemaal achteraan dankzij een gridstraf. Lampen gaan aan voor de grote race van Brazilië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Hülkenberg is slecht weg, probeert ons daar af te knijpen richting die muur, maar het is mislukt. Daar zijn ook gelijk de beide alfa's gezien. En maken een kleine divebomb in de eerste bocht. Dat is gelukt. We moeten het voorzichtig aan gaan doen. Aan de rechterkant hebben wij, denk ik, Magnussen zitten. Nee, dat was Lance Stroll in zijn Alfa Tauri. Maar die hebben we gepasseerd op dan nu naar Kevin Magnussen in zijn Haas. Topsnelheid hier zijn ding laten doen. En hier aan de binnenkant, jazeker, laten hem uitrollen. En dat betekent P15. Goed gedaan. 7 plekken gewonnen tijdens de start. Op naar Felipe Drugovic. Daar aan de binnenkant gezien. Ook Piastri is hier gezien aan de binnenkant. Jazeker. En op naar Sergio Perez. P13 op dit moment. Kunnen hier de Mexicaan aanvallen. Jazeker. En een kleine touché. Maar het is geen probleem. Op naar Charles Leclerc. Hier aan de binnenkant, jazeker. P11 is van ons. De volgende heet dan Dennis Hauger. En wij passeren hem daar hartstikke mooi aan de binnenkant. Dan is het op naar Lando Norris. Voor P9. We moeten het denk ik hebben van het rechte stuk zometeen. Of hier al een goede exit misschien. Aan de binnenkant. Proberen hier ernaast te zetten. Jazeker, met paars in sector 2. En dat is P9. In ronde nummer 3 als we daar ook Carlos Sainz hebben ingehaald voor P8. We tikken ze allemaal af. En zijn goed aan het werk. Rijden in ieder geval in de punten. Op naar Alexander Albon. Die kunnen we hier misschien gaan passeren met de DRS en de overtake.
hier aan de buitenkant kijken bij de Brit. En wij laten het snel als raceronde noteren. En dat is P7. Goed gedaan. Op naar Max Verstappen voor P6. Wat kan Albon trouwens hier nog doen? Want die heeft hier ook DRS. Wij gaan in verdedigingsstand. Albon kijkt naar de buitenkant. Maar daar is geen ruimte normaal gesproken. En zo behouden wij positie nummer 7. Daar hebben we dan Max Verstappen. Die in gevecht is met zijn landgenoot Richard Verschoor. Wij zijn in gevecht met teammaat en landgenoot Verstappen hier aan de buitenkant. Met de DRS. En zo halen wij hem misschien in. Nou, Max kan terugkomen. Maar Verschoor blokkeert zijn pad. Hier laat remmen bij de landgenoten. Lukt helaas niet bij Verschoor. Wel bij Verstappen. We pakken P6. Gele vlag. Daar is iets gebeurd. En ik denk dat Oscar Piastri gaat uitvallen in de race. Jazeker, Piastri uitgevallen in de wedstrijd. Daar hebben we dan Richard Verschoor voor P5. Hier aan de binnenkant. Jazeker, daar is gelukkig ruimte. Met paars in sector 2 en zo pakken wij P5 af. De volgende heet dan George Russell. 1,2 seconden is het gat naar de Brit. Dat is inmiddels 1,6 geworden. Daar hebben we George Russell in ronde nummer 7. Kijken wat we kunnen gaan doen hier aan de buitenkant. Misschien meer snelheid meenemen. Lukt daar net niet. Dan proberen we zometeen met de DRS. Russell maakt daar een fout. Russell maakt in een fout en zo passeren wij hem eenvoudig. Volgende heet dan Pierre Gasly voor een podium dit keer. Wat kan Russell nog doen? Hier helemaal niks. Wij hebben de topsnelheid van de auto. En Russell komt gewoon tekort. Ronde nummer 8. Als we daar Gasly misschien passeren aan de buitenkant. Jazeker, lukt dat? Nee, lukt net niet. Gasly nog steeds op P3. Wij rijden trouwens op de mediumband. Hetzelfde geldt voor Tsunoda en Russell. En daar aan de binnenkant bij Gasly. Jazeker, en dat is P3. Goed gedaan. Op naar Tsunoda voor P2. Ocon dus aan de leiding. Gaan daar een beetje wijd. Normaal gesproken zou dat geen probleem moeten zijn. En de DRS is ingeschakeld met de overtakeknop. En we zitten in ronde nummer 9 van de race. Daar valt Tsunoda aan bij Ocon. Die twee gaan elkaar ophouden. En dat kunnen wij misschien van profiteren. Daar kunnen we misschien van gaan profiteren. Tsunoda heeft weer DRS. Wij proberen aan te vallen. Tsunoda verdedigt die binnenkant. Wat kan Ocon nog? En wij zorgen ervoor dat Tsunoda weer een aanval doet bij Esteban Ocon. En pakt de leiding af. Jazeker. Hier proberen misschien aan de buitenkant bij Ocon. Lukt helaas net niet. En wij gaan naar wijd. Dat betekent dat Russell ons weer terugpakt voor P3. Gasly komt daar net tekort. We zitten in ronde nummer 10. En daar is Russell weer gezien. Poging nummer 2 dit keer bij de Brit. Jazeker, dat lukt. Maar Russell remt heel dat gat naar Ocon dicht. Bij de Mercedes hier zij aan zij. Wij pakken ze hier misschien. Beide? Nee, kunnen alleen Ocon mooi pakken. Dat betekent nu slipstreamen. Misschien bij Russell. Laat remmen. Jazeker. En dat is P2. Op naar Yuki Tsunoda voor de leiding. Prima race tot nu toe. Ronde nummer 13. Twee rondes later zitten we daar aan de start bij Tsunoda. Hier aan de buitenkant proberen. Er is geen ruimte. Jammer. Dat betekent nu focussen op de exit. Tsunoda heeft hij inmiddels verspeeld. En wij kunnen hem hier denk ik met overtake en zometeen DRS eenvoudig voorbij. Jazeker, kijk maar aan de buitenkant hier. Misschien. En de pitwindow is open. En zo pakken wij de leiding af in ronde nummer 14. Jazeker, goed gedaan. Gaan er wel een beetje wijd. En net geen touché met Tsunoda. Maar van P22 naar de leiding. Goed gedaan, nu is het... Ja, gewoon vasthouden dit. Proberen om Tsunoda de DRS te breken. Dennis Hauger is naar binnen gedoken voor, denk ik, de mediumband. We zitten in ronde nummer 15.
Als ik naar binnen duik voor mijn laatste pitten van de dag. Ik ga naar de zachte band. We komen in ieder geval keurig bij de pitlimiter aan. Hopen dat de overcut werkt op Gasly en Verstappen. Die zijn eerder naar binnen gedoken. 2,2. Kon wat sneller. Nu is het op naar de exit zometeen. Ik denk dat Gasly en Verstappen ervoor komen. Jazeker, Gasly aan de leiding. En Max is daar voor P2. En helaas is de overcut niet gewerkt. Heeft niet gewerkt. Pakken wel Esteban Ocon en Charles Leclerc. Dat is goed om te zien. Nu moeten we focussen op Verstappen en Gasly. En nog 9 rondes te gaan in de race. En daar hebben we al Verstappen. Jazeker, die zachte band heeft meer grip. En zo pakken wij P2 af. Volgende dan heet Pierre Gasly. Moeten hem zo snel mogelijk voorbij. Kijk, maar die zachte band heeft heel veel grip. Meer grip dan de mediumband. Kunnen daar helaas geen aanval plaatsen. Nu op naar de DRS-zone. En gooien de overtake-knop aan. DRS is opengezet. Topsnelheid zijn ding laten doen. Jazeker, en Gasly verdedigt die binnenkant. Is helemaal kansloos misschien. Probeert nog laat mee te remmen. Gasly verdedigt die positie fel. Dacht even dat we er al voorbij zouden gaan. Maar schijnbedriegt. Helaas. Moeten we het opnieuw gaan proberen. Dit keer in ronde nummer 17. Max volgt op een seconde. Proberen hier weer bij Gasly aan te vallen. Nu hier de binnenkant nemen. Jazeker. Beetje close met de Fransman. Ook een touché. Maar pakken de leiding af in ronde nummer 18 van de race. Goed gedaan, nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Nu moet Verstappen naar Gasly zien toe te rijden, als hij dat kan. Wat kan Gasly hier nog doen? Helemaal niks. Komt net wat te kort voor een echte aanval voor de leiding. Nu moeten wij wegrijden van de Fransman. Wat is 2/10? Dus Gasly zit er nog bij. Maar dat betekent dat Verstappen Gasly heeft verschalkt. Ocon naar 3. Wij pakken hier de winst met de snelste raceronde. Van de laatste plek naar de overwinning. Goed gedaan. En met dat snelste raceronde en de sprint pakken wij de volledige score. Goed gedaan. En dan is het op naar de volgende race. Victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had, and congratulations to the whole team. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know. I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. En dan de uitslag van het raceweekend. Wij pakken de sprint, de hoofdrace en de snelste raceronde. Goed gedaan. Max naar 2, Ocon 3, Gasly 4, Leclerc 5, Tsunoda 6 en de rest zien jullie eigenlijk allemaal op het scherm. Maar voor het team en mijzelf is dit gewoon een topweekend. En 2 uitvallers dus in de hoofdrace. Klassement behouden gewoon de leiding.
Max moet nog even de druk van Norris even afstoppen. Dat is ongeveer 40 punten verschil. Dus met nog twee raceweekenden te gaan moet hij dat zien te verdedigen. Maar pakt wel een 1-2'tje. Goed gedaan en derde in de sprint. Ik zeg een topweekend voor het team. Rivaal breakdown plus 5. Het is voor mij trouwens plus 8 voor mij. Dat betekent 15 tegenover 6. Goed gedaan. De team acclaim is ook weer denk ik net wat gestegen. Of komen we wat tekort? We zullen even kijken. We komen helaas net tekort. Level 24. Max en mezelf zijn level 20. Van alle doelende sponsoren dus behaald. 2,09 miljoen dollar erbij. Helaas hebben ik en Verstappen helaas schade gereden. 55.000 dollar daar dus erbij. In totaal op de bank 12,81 miljoen dollar. Is denk ik nog niet genoeg om Verstappen te contracteren. Dus daar focussen we alleen maar even op. En dan kunnen we verder met de faciliteiten gaan upgraden. Maar toch ben ik blij dat we van alle doelen het geld hebben binnengewerkt. Dus dat is goed om te zien. En jazeker, dan zijn we terug bij het hoofdkwartier. En dan ga ik deze video weer afronden, mensen. Ik hoop dat je echt genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Creamed content. In december op woensdag, zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Maar verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.